Ik ben Nizar. Ik kom uit Leiden, ik ben 20 jaar. En basketbal is mijn ding. Ik ben Tedros. Ik kom ook uit Leiden. Ik ben 22 jaar. Samen met Nizar in het team gespeeld. Een tijdje. En ja, sport is everything. Basketball is everything. We like to do it. Ik zat eerst op rugby. Ik heb heel lang gerugbyd, heel veel sport gedaan. En toen dacht ik, zijn broer trouwens, heeft mij overgehaald om op basketbal te komen. En toen zijn we eigenlijk samen begonnen, een beetje dingetjes geleerd. En toen kwam ik samen met zijn broer in het team, daarna met hem in het team. En nu speel ik dan in Katwijk. Het is wel heel iets anders, maar ja. Voor mij is het wel anders gegaan. Ik zat eerst op voetbal. Mijn broers zijn allemaal voetbal gegaan. Alleen ik merkte toch dat met voetbal, dat het, ja, ik weet het, ik werd dan niet goed ontwikkeld in die sport. Ik was dan afwezig tijdens het veld en niet echt altijd de hele tijd bezig. En dan ging ik stokjes oprapen als de bal dan aan de andere kant van het veld was. Maar toen was ik nog jong en toen merkte ik ook als ik in het team kwam dat ik niet echt de mensen chill vond, dat ik het toch ook eens minder ging vinden. Toen ging mijn broer op basketbal en toen ben ik hem gaan volgen. En toen vond ik het eigenlijk wel een stuk leuker, gewoon omdat je de hele tijd moet verdedigen en moet aanvallen, ben je de hele tijd bezig. En dat was, ja, zeg maar het aspect van basketbal dat ik gewoon heel leuk vond. Zijn broer die kwam ook op basketbal, dat hoorde ik van zijn vader. Die was echt de hele dag bezig met de lay-up oefenen. En Nizar kwam in de avond, ik gewoon één keertje even kijken. En die kon in één keer gewoon een lay-up. En die deed gewoon zijn ding. Dus hij heeft gewoon talent voor basketbal. Ik ben toen begonnen met basketbal. Toen deed ik nog half basketbal, half voetbal. Alleen toen ging ik telkens, toen ging ik telkens meer basketballen. En toen kwam ik ook op een gegeven moment op een hoog niveau. En dan als je merkt dat je op een hoog niveau komt, dan verwacht de coach en je medespelers verwachten wel van je dat je goed kan samenwerken. Dat je moet ook gedisciplineerd zijn om vaak te komen trainen en je alles te geven op trainen. En zo leer je wel veel dingen. Ook dat ik nu, als je hoger kon spelen, moet je ook echt samen met je teamgenoten echt goed kunnen spelen, goed mee kunnen omgaan. Je moet iedereen kunnen coachen en advies kunnen geven op een positieve manier, zodat jij als samen met je team natuurlijk het beste uit jezelf kan halen. Dus dat is wel. En hard work for yourself, right? Ja, hard leren werken, zeker. Ja. Dat is een goeie. Oh ja, voor mij is het een beetje hetzelfde. Hard work pay yourself. Je doet het samen met je team en uiteindelijk win je ook wedstrijden met je team. Dat is ontwikkeling. Daar word je blij van. En soms ook een tegenslag, ja. Voor mij was het in het begin, ik zat in een heel chill team, een beetje laag niveau. Werd ook kampioen, ging steeds zo verder. Maar dan kom je weer in een wat minder team. Maar als je een beetje de juiste mensen vindt, dan kom je uiteindelijk ergens. En dan voelt het ook oprecht. En dat is wel fijn. Zo ontwikkel je jezelf. Ja, voor mij, bal is lijf. Ja, altijd. Bal is lijf. Nee, basis. Ja, als het zonnig is buiten, let's go for shoot some hoops. Ja, zeker. Ik basketbal heel veel toch. En op een gegeven moment, weet je, basketbal is heel leuk om te spelen. En dan heb je gewoon plezier in. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon chill als jij bijvoorbeeld niet goed voelt ofzo. Of je gaat door een mindere periode. Dan kun je altijd terugkomen op basketbal. Dan kun je misschien even ergens onderuit komen om toch nog buiten te gaan basketballen met vrienden of met teamgenoten. Waardoor je wel gewoon je toch veel plezier uit kan halen. Dus dat is wel, basketbal is wel gewoon echt iets wat ik altijd heel vaak heb gedaan en lang heb gedaan. Dus dat is wel echt. Gewoon zo'n solo. Gewoon even 10 minuutjes, 20 minuutjes even schieten. Of een uur, anderhalf uur. Het kan zo lang doorgaan als je wil. En ga gewoon met de muziek hierbij. Lekker zoned af. Ja, ik heb altijd als ik zelf ga basketballen, dan denk ik van oké, ik ga een uurtje basketballen. Eindstand ben ik sowieso 2 uur, ben ik nog bezig aan het schieten. Ja. Ga ik mezelf altijd uitdagen. Ik zeg van oké, ik moet zoveel schoten geraakt hebben voordat ik weg mag gaan. Daarom moet ik altijd lang blijven en zo. Maar dat is maar dat vind ik ook wel leuk om te doen dan. Zo blijven ontwikkelen. En dat vind ik het goede leuk aan basketbal. Weet je, wil telkens beter worden. Zo.
af en toe kwam ik wel eens in Rotterdam om te gaan basketballen. En dan kwam je echt allemaal mensen tegen. Sommigen die je niet kent, sommigen wel. Dan ga je een beetje basketballen tegen elkaar. Doe je dan Starcourt volgens mij. Het is een beetje hetzelfde als in Den Haag bij Sportcourt. En ja, het voelt gewoon nice. Je komt nieuwe mensen tegen, je gaat tegen elkaar basketballen tot de 7 vaak. En dan als je verliest, moet je weg. En dan komt het volgende team erin. Dat was gewoon leuk. En dan, dat voelt gewoon nice. In Leiden heb je dat bijna niet. En dan ben jij ook zo'n project aan het starten. Nee, klopt. Chillen echt aan dat streetball is dat gewoon mensen bij elkaar komen. Dat is gewoon heel chill, weet je. Iedereen komt daar om te basketballen en gewoon om het plezier te hebben. Dus dat is gewoon heel chill als jij dat in je vrije tijd kan doen. Dat je naar buiten kan komen en dat je dan de mensen die eigenlijk altijd die spelen, dat je tegen hen speelt. En dat je gewoon, weet je, toch, gewoon samenleven, gewoon plezier kan hebben en zo. Nu is dat natuurlijk lastig. Tijdjes zijn ook gewoon basketbalvelden dichtgegooid vanwege corona, zodat mensen niet bij elkaar kwamen. Maar ja, dat is dan wel heel jammer natuurlijk als je dan wil blijven basketballen. Dus dat is wel echt een dingetje, dat mensen bij elkaar komen. Dat vind ik ook een hele goede aan basketbal. Heel leuk. Het gebeurt hier in Rotterdam volgens mij best wel veel. Als het echt zonnig is, lekker warme dag, komt iedereen bij elkaar. Precies, en op basketbal tot het donker is. Ja. Dan moet je echt wel dan mag je weggaan. Ja, precies. Of tot de licht uitgaan. Ja. Ik denk dat het voor jou zwaarder is dan het. Ja, voor mij is het best hoog niveau. Dus voor mij is het best wel een verandering. Want ik train al heel veel. Eigenlijk elke dag en dan soms wel 2 keer op een dag. En dan ook krachttraining. En dan is het wel lastig, zeg maar. Dus dan kun je niet meer basketballen, want je mag sowieso niet meer binnen. En dan buiten mocht dan wel. En dan mocht je eigenlijk ook niet als je boven de 18 bij elkaar komen in het begin. Dus dan was het ook weer lastig. En maar het is winter. En het is winter, dus dan is het ook niet chill om buiten te gaan spelen. Nu wordt het weer een beetje mooi weer. Maar ja, op zich had het ook wel eens voordelen. Ik had wel veel meer tijd om andere dingen te doen. En waar ik normaal niet de tijd voor had. Dus, ja. Ik heb mezelf een beetje hetzelfde. Want ja, ik speelde dan eigenlijk ook op een redelijk hoog niveau, tweede niveau van Nederland. En dan train je veel, je bent geneigd om hard te trainen. Ja, en dat doet toch wel pijn als je dan niet opeens weer kan basketballen. Maar op dat moment zat ik zelf ook in een stage, terwijl ja, elke dag trainen en stage doen is ook wel, neemt wat energie in ieder geval. En toen was ik ook best wel een beetje blij toen het in het begin gestopt was. Maar na 4 weken dacht ik al gelijk van nee, ik moet weer basketballen. Dus dat voelt ook niet. Gewoon blijven sporten. Kawhi Leonard. Hij heeft echt Toronto helemaal gecarried in de finals 2 jaar geleden. Hij is mij echt mijn number one. En dan ja. Ja, voor mij is het lastiger. Ik heb niet echt een standaard idool waar ik naar kijk. Ik heb er wel meerdere. Vooral point guards, mensen die wat kleiner zijn op mijn positie natuurlijk. Dus dan heb je Allen Iverson, Kyrie Irving. Voor Stephen Curry met schieten, maar hij is eigenlijk niet echt, maar ga ik al wel goed schieten, dus ja. Ik kijk er wel naar op, snap je? Ik denk van oké, dit zou ik ook kunnen schieten. Maar dan heb je ook spelers zoals LeBron James, die niet op mij lijken, maar zij laten wel echt, zij zijn gewoon leiders en zo, ja. dat je ziet op het veld. Dus Michael Jordan, weet je wel, zijn leiders en zijn gewoon KD, ja, echt. Zijn gewoon de beste. Ja. Dus daar kijk ik gewoon op, je wilt ook zoals hun zijn. Nu ook best wel goed verdeeld in de NBA, tenminste niet goed verdeeld, maar je hebt 2 teams, Brooklyn en LA Lakers. En in Brooklyn zit dan KD, Kyrie, James Harden, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Ja, allemaal sterren bij elkaar. En dan heb je bij de Lakers LeBron James, Anthony Davis. En die gaan ook allemaal, uiteindelijk gaan ze de finals dan waarschijnlijk tegen elkaar. Ja. Dus dat wordt wel echt, daar blijf ik wel tot 3 uur voor op. Ja, NBA finals gaan wel, dat wordt hard. Precies. Zal ik beginnen? Ja, doe jij maar. Oké, ik wil sowieso wel, een doel van mij is om sowieso professioneel te basketballen. Ik heb zelf, bij Leiden heb ik 5 mei al. Dus
dan kijk ik naar pro's van Nederland en dan zie ik ze dan tegen elkaar spelen en dan zie ik het publiek zo helemaal juichen. Het lijkt mij super gaaf om dan minimaal sowieso daar gewoon te kunnen spelen. Weet je, dat ik aan het spelen met mensen voor mij juichen, dat is gewoon een droom eigenlijk. Dus ik wil sowieso professioneel spelen in Nederland, het hoogste niveau. En dan hopen dat er dan wel publiek bij mag zijn, weet je, nu kan dat, nu mag dat niet. Dat is sowieso een droom naar een doel van mij. Want ik ga het wel halen, laat het zo zeggen. En jij? Ik heb ook hetzelfde. Mij lijkt het echt best wel vet om in Eredivisie te spelen. En ik ben er nog steeds hard voor aan het trainen. En het droom van mij was wel om eigenlijk ergens in Europa voor een team te gaan spelen. Ik voel mezelf nog wat minder ervaren daarvoor, omdat ik laat ben begonnen. Maar hard work pays off, dus en hard work beats talent in bepaalde situaties. Dus en misschien als ik er uiteindelijk nog harder voor ga trainen, dat het uiteindelijk ook lukt in het buitenland. En ik denk dat voor jou in het buitenland spelen ook echt een dream is. Precies. In de basketball, weet je, als je als klein kind kijk je natuurlijk op naar NBA en zo. Maar in Europa is ook heel erg hoog basketbal en kun je ook geld verdienen. En het Nederlandse niveau is wat minder in heel Europa. Dus Spanje of Griekenland, Italië, dat zijn best wel harde banden waar je gewoon precies. Veel potentie zit. Precies, dat zou een beetje, ja.